Goeiedag en heel leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weervideo van Weerplaza. Nou ja, ze zijn gespot hoor, de eerste sneeuwvlokken van het seizoen. Vooral in het noorden van het land kwam het her en der tot wat winterse neerslag. En bleef het op de koudste voorwerpen, zoals hier ook op de hunnebedden in provincie Drenthe, heel eventjes liggen. En het zorgde toch wel voor een behoorlijk fraai wintersplaatje. Nou, belangelaar niet overal in Nederland was dat het geval. Want verder naar het zuiden was het eigenlijk best wel behoorlijk grijs en grauw. En daar viel de meeste neerslag in de vorm van vloeibare regen. En het komt omdat de temperatuurverschillen in het land behoorlijk groot zijn vandaag. In het zuiden was het ongeveer een graad of 10 als maximum temperatuur. Maar verder naar het noorden, in het midden werd het al 2 tot 4 graden. Maar helemaal in het noorden, in de noordelijke provincies, in Groningen en in Friesland was het slechts een graad of 2. En daar viel dan de meeste neerslag wel in de vorm van wat winterse neerslag. En daar bleef dus ook af en toe wat liggen. Grote temperatuurverschillen dus in het land, van zuid naar noord. En daar hebben we te danken aan een lage drukgebied wat momenteel al uit ons land trekt. En het krachtige lage drukgebied, dat trekt de komende uren geleidelijk naar Duitsland weg. En dan volgen er vanuit het noordwesten talrijke winterse buien. En het komt omdat de bovenlucht behoorlijk koud is in onze omgeving. En zeker in combinatie met dat relatief warme zeewater, dat zorgt ervoor dat er buien op gang gaan komen. En die buien die kunnen af en toe wel een winters karakter krijgen in Nederland. Nou ja, ook de komende tijd kunnen we dus een aantal buien verwachten. Maar daarnaast gaat het ook nog eens behoorlijk stevig waaien. Met vooral in de kustgebieden, als eenmaal die noordwestelijke stroming op gang is gekomen. Dan kunnen er van tijd tot tijd echt wel behoorlijk wat fikse windstoten voorkomen. Met wellicht wel windstoten van meer dan 75 km per uur in de kustgebieden. Terwijl het verder landinwaarts over het algemeen relatief rustig blijft. Met af en toe een vlagerige wind, maar hooguit komt het hier tot, nou ja, wellicht een zware windstoot. Maar de meeste windstoten zijn dus de komende tijd weggelegd voor de kustgebieden. En je kan je voorstellen dat er, zeker in combinatie met zo'n bui en zo'n vlagerige wind, het af en toe wel eens behoorlijk guur kan zijn. Nou ja, ook vanavond en vannacht is dat al het geval. Er komen talrijke winterse buien voor tijdens de nachtelijke uren. En de temperaturen die dalen naar 1 tot 5 graden. Met daarbij dus ook die vlagerige noordwestenwind. Nou ja, ook morgen overdag af en toe behoorlijk wat winterse buien, afgewisseld door wat zonneschijn. Temperaturen variëren tussen 4 en lokaal 6 of 7 graden. Maar tijdens die winterse buien is het dan een aantal graden kouder. Naast dus die vlagerige noordwestenwind. En in de kustgebieden dan kan de wind echt wel behoorlijk stevig uitpakken. Met daarbij dus ook kans op die stevige windstoten van meer dan 75 km per uur. En hiervoor geldt dus ook een code geel. Nou, ook donderdag en vrijdag hebben we nog te maken met winterse buien. Een guur weertype is het dan, hooguit 4 of 5 graden. Ja, en tijdens die nachtelijke uren kan het dan ook behoorlijk koel zijn, met minima rond het of dichtbij het vriespunt. Nou ja, ook zaterdag een natte dag, hooguit een graad of 7. Maar daarna gaat er wel wat veranderen in Nederland. Want er komt een warmtefront dichterbij. En dat gaat in de loop van zondag overtrekken met een behoorlijke temperatuurstijging als gevolg. 15 graden wordt het dan. En dit gaat wel gepaard met veel regen en ook veel wind. Nou ja, ook maandag zien we nog temperaturen in de dubbele cijfers. Maar de zon komt er dan ook weer vaker bij. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.